Hallo, lieve vrienden. Hoe is je daar? Ja, hier is weekend. Nee, het is woensdag. Maar het voelt wel als weekend en dat komt door het weer. Mooi toch? Een warme zomer. Ik zeg altijd maar, een warme zomer is als... Ja, het is gewoon prettig. Lekkere warme zomer. Laat zitten, Alder. Dankje. Deze was toch een beetje opgegaan zijn. Weer popcorn? Ik snap het al. Vorige keer was het zoute popcorn. En dinsdag Ahmed, tijd voor een zoete popcorn. Popcorn, is dat lekker? Ja, het is gepofte mais. Ik weet nog wel, vroeger, dan kochten wij dit dus niet in een zak. Dan maakte mijn moeder dat van maiskorrels. En die kostte toen ook nog helemaal niks. En dat is wel lang geleden, want tegenwoordig is alles heel erg duur. En dan deed mijn moeder een beetje zonnebloemolie in een pannetje. Wat voor je. Er zitten overal vliegen hier. En dan gooide ze daar handje maiskorrels op. En dan hoorde je pap, 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 pap. Tegen het dekseltje. Pap, pap, pap. Want die dingen, die knallen uit elkaar en die vormen dus zo'n wit balletje. Oh, maar wat is dat dan, Jan? Wat gebeurt er dan? Hoe komt het dan dat het van een mais... hoe heet het? Een mais... Hoe heet het nou? Het is een maiskolf. En dan heb je mais... Nou, van mais, dat het zo ontpopt tot dit. Weet ik niet. Kan door de hitte. Dan doet die... Ja, zet het allemaal uit. Weet ik veel hoe dat werkt. Gaat er ook niet om. Maar in ieder geval krijg je dus plop, 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 plop. Een handje met maiskorrels. En een hele pannetje vol met popcorn. Hartstikke leuk. En mijn moeder gooide er een hand zout overheen. Want suiker was in ons huis verboden. Welke popcorn is lekkerder, zout of zoet? Daar zijn de meningen over, denk ik, verschillend. Ik denk alleen dat zoete popcorn favoriet is. Dat mensen dat ze dan favoriet vinden. Ik eet nooit popcorn. Ja, ik heb vorige keer zoute popcorn gereviewd van drie merken. Dit is zoete popcorn van Albert Heijn. Hier, zoete popcorn. Dit is proper, dit is een hip duur merk. Dat zie je dat ze dan aan die verpakking heel hard hebben gewerkt. Sweet en salty popcorn. Oh, die konden we niet kiezen. Maar dus gesuikerd en de... Gadverdamme. Van Wetters Echte. Ken je de Wetters Echte snoepies? Die, Wetters Echte heet dat. En dit is van de Wetters Original en dat is van hetzelfde merk. En Wetters Echte, dat is zo'n klont harde karamel. En dat vinden sommige mensen heel erg lekker. Ik vind het mijn hele leven al een smerige snoepie, Wetters Echte. Maar die dachten, weet je wat wij doen? We maken ook gewoon popcorn. En dan mieten we er dan karamel over. En dat is dan heel anders dan de gesuikerde popcorn. Nou, ik wil even kijken. Weer heel even kijken naar die goedkope van Albert Heijn. Wat zit daaromheen? Ja, suiker. Maar wat is dan gesmolten suiker? Karamel. Dus waarom dit meer karamel is dan dat? Nou, dat zullen we zo even zien. Ja, ik ga het gewoon proeven, jongens. Wat in de vorige review gebeurde over zoute popcorn was dat ik zei, ja, het is allemaal popcorn, het is allemaal zout. Er staat niet zo'n groot verschil tussen. Ik hoop nu wel. Ja, anders zie ik weer mijn tijd ervoor doen. Nou ja, we beginnen wel wat goedkoop. Middensegment. En dit is natuurlijk bokduur. Want dit is, kijk, dit is ook opeens een klein zakje. Kijk, hier zit dan op een gegeven moment ook. En hoeveel zit erin? 140 gram. Staat dat dan? Waar staat dat dan? Wat er is het? Hè? 90 gram. Oh. Oh. En dat is 175 gram. Dat is gek. Want dus de middensegment is 90 gram. Dit is 175 gram. En dit is nog 140 gram. Dat een veel kleiner zakje is. Oftewel, waarom is dit duur en er zit bijna niks in. Vreemd. Zoete popcorn van de Albert Heijn. Wat vinden we daarvan? Kijk, popcorn. Gesuikerd. Zit een klein laagje suiker erin. Ja. En dat hebben ze natuurlijk niet
Gewoon met een hand suiker gedaan, want ze liggen allemaal onder de bodem. Dat hebben ze met hete, warme suiker gedaan, zodat het eraan vastkleeft. Genaamd karamel. Dat is hem eerst met deze zoete popcorn. En ik. Zoete popcorn eet ik 1 keer in de 5 jaar in de bioscoop. Vind ik erbij horen. Nou, zoete popcorn. Ja, ik kan er niet heel veel over zeggen. Dat is dit. Van die gasten van Proper. Dat is dit. Opeens zoet-zoute popcorn. Kijk, en het verschil is dus dat dit één grote rare vormenbende is. En die van Albert Heijn zijn allemaal een beetje soort rondjes. En dit is gewoon een puinhoop. Wat is nog meer het verschil? Ja. Dat deze nauwelijks gezoet zijn. En ja, deze zijn dus bok zoet. Dit is dan zoet zout. Heel klein beetje zoet. Nou, zout. En de grap is, die van Albert Heijn, die zijn gewoon hard, omdat er een karamel een korstje omheen zit. Deze doen vergeleken met die een beetje oud aan. Ja. Ja. Dit zal wel hip zijn. Maar ik vind het een beetje smaakloze oude meuk. Dan de Wetters echte original popcorn. Deze is dan de allerduurste. En dat komt gewoon omdat het een merk is. Zit ook oh, kijk. Ja. Nou, kennen jullie deze nog? Nog. Hier. Kijk. Ja. Dat zijn dus rondjes. Helemaal gesuikerd. Ja, waar dat gewoon flubbertjes zijn. Ja, let even op. Deze is helemaal bruin. Deze is dan helemaal bruin. En zit er helemaal onder karamel. Hoor je dat? Daarom is dit kleine zakje ook zo zwaar. Omdat al die dingen zitten helemaal onder karamel. Maar hoe proeven ze? Proeven ze net als die? Nee. Oeh, ah. Hier zit echt een hele dikke, vette misselijk makere laag karamel overgegoten over die dingen. Ik zou je sterker vertellen. Het kotsen staat me nader aan het lachen, nu al. Zo'n vuile, vieze, smerige, dikke karamellaag. Je proeft ook alleen maar karamel. Waar het omheen zit, voor hetzelfde geld is een opgedroogde kattendrol. Je proeft niet dat het popcorn betreft. Ja, kijk, en daar hebben ze een luxe sluiting van gemaakt. En dat doe ik ook gelijk, want het spul stinkt ook nog. Gadverdamme. Dit is echt... komt niet eens in de buurt van popcorn. Maar als je deze zak in je eentje leeg weet te eten, dat is knap. Dat is knap. Ik denk niet eens dat ik het overleef. Gadverdamme. Wat een zoete meuk. Nou, toen het bij die zoute popcorn zo saai was, omdat ik dacht, nou, het is allemaal hetzelfde. Dat is hier wel even andere koek. Popcorn. Kijk voor de cijfertjes. En deze cijfertjes zijn heel erg leuk. Deze kost geen reet. Deze is hartstikke duur. Dit is middensegment en hip. Nou, kan je wat vertellen. Ik ga eens eventjes van smerig naar lekker. Hartstikke duur. Het kost zo iets van 3 euro. Zit niet veel popcorn in, maar wel enorme hoeveelheid karamel. Maar je proeft dus de popcorn niet meer. Dus caramel popcorn, yeah, dat ze dan popcorn groot schrijven, hadden ze beter heel wat karamel en eronder popcorn heel klein kunnen schrijven. Want je proeft die popcorn niet meer en het maakt het niet te verretten. Het is zo godvergeten gekarameliseerd. De lol is er vanaf. Dit is geen popcorn. Misselijk makende meuk. Ik heb in mijn hele leven nooit zo'n gore popcorn gegeten. Die krijgt 3. Ja, werd dus echt, het helpt ook niet echt dat ik je snoepje vies vindt. Wat een vies snoepje is dat, zeg. Dan kreeg je dan vroeger van je open zo'n hele klont en dan moet je in de mond doen. Ja, wij kregen nooit snoep, dus we vraagden het gewoon op. Ja, we hadden alles opgegeten toen de tijd. Toen was het armoed.
Maar lekker vond ik het niet. Nee hoor, echt niet. Nou, dan heb je dus de heer Perpreuper. En die zeiden van, weet je wat, we kunnen wel zoete popcorn maken. Maar dat vinden we niet helemaal cool. Dat vinden we niet helemaal hip. En we doen er ook een beetje zout bij. We noemen het sweet and salty. Sweet and salty. Klein beetje suiker. Klein beetje zout. Het geeft niet genoeg smaak. En daarbij die popcorn voor hun. Kijk, voor mij hoeft het allemaal niet van die suikerballetjes zijn. Die popcorn is gewoon ouderwetse rare figuren. Zoals het ook een beetje hoort bij popcorn. Maar als het smakeloos is, doet die popcorn oud aan. Het lijkt of je oude popcorn zit te bunkeren. Ja, dat is natuurlijk naadje. Die krijgt een 4. En de absolute winnaar is dus het huismerk van Albert de Gino. Gewoon gezoete popcorn. Ja, je krijgt het meeste. Je betaalt het minste. En het is nog het lekkerste ook. Als je gezoete popcorn wil, moet je gewoon deze halen. Huismerk van Albert Heijn. Ja, kost geen hol. En is wel echt serieus lekker. Dit is gewoon een popcorntje. Een beetje suiker alleen. Lekker, gezoete popcorn. Je proeft popcorn en je proeft suiker. Hier proef je geen popcorn, daar proef je geen suiker. Deze is gewoon prima, die krijg van mij een 7. Ja, mooi. Dat was het. Oh, tot snel. Ja.